Ja, jongens, je ziet het goed. Wow. Waarom heet deze video de klaagmuur? Nou, dat kan ik jullie vertellen. Want ik ben vanaf 10-10-2019, of ja, net de grens, 11-10-2019, heb ik een test met mezelf gedaan. Dat is eigenlijk een hele simpele test van wat gebeurt er als je niet buiten komt. Je weet het, ik ga altijd graag het bos in en al die dingen meer. En ik heb super lang binnen gezeten. En ik mocht eigenlijk alleen maar naar buiten om boodschappen te doen. Maar dan heel laat in de avond, pas rond 22 uur. En dat heb ik ook steeds gedaan. Dat heb ik tot nu toe volgehouden. En ja, je voelt je echt steeds slechter worden. Gewoon letterlijk, weet je. Dus ja, nu ben ik weer gewoon buiten, zeg maar. Ik wou gewoon eventjes kijken van, ja, wat gebeurde er nou? Als je gewoon totaal opeens helemaal niets meer gaat doen, zeg maar. Normaal overdag loop ik altijd buiten. En ja, het ging eigenlijk gewoon niet meer. Ik denk van, vanaf nu ga ik weer de bossen in, weet je. Ik wou gewoon even kijken van, ja, wat gebeurt er als je gewoon lang bij je keet blijft zitten. Ja, je voelt je slecht. Het gaat niet meer. En al dat soort dingen. Ik denk van, oh, nou moet ik eruit, want anders loopt het misschien niet echt goed met me af. Dus ja, deze test heb ik doorstaan eigenlijk. En dan het mooiste van alles is, omdat de video ook klaagmuur heet. Als jullie nou wat te klagen hebben, zet het ook eventjes onder de video. Van dat je boos bent over dat we het met voetbal verloren hebben of iets anders. Maar wat mij nu opvalt, ik kom nu in één keer weer het bos in na zo'n lange tijd. En nu zie je pas wat van herfstkleuren er overal zijn. En vooral, ja, al die bladeren die opeens op de grond liggen. Dus het lijkt nou opeens, bam, een hele andere wereld. Ja, dat is het ook. Normaal zie je alles gewoon heel langzaam gaan. En nu is het in één keer dit. Dus dit heeft ook wel weer wat om een poos binnen te blijven zitten. Want dan is de wereld opeens heel anders. Dus het heeft zijn voordelen. En zeker ook zijn nadelen. Zeker. Wow. Meer nadelen, zeg maar. Maar dit is mooi, jongens. Kijk eens eventjes. Zie je dat? We willen eigenlijk op zoek naar paddenstoelen. En dan willen we weer zo'n hele serie met paddenstoelen gaan maken. Dus als jullie dat leuk vinden, schrijf het ook eventjes onder de video. En ik merk zelf nu al aan de conditie, de eerste paar stappen die je dus zet na ongeveer een week of zoiets, ja, zijn een stuk zwaarder dan gewoon normaal. Als je gewoon iedere dag in het bos loopt. Dus ik ga nou ook niet in mijn hoofd halen om morgen gelijk een hele grote bult op te gaan. Wacht, ik ga morgen een grote bult oplopen. Jawel, dat doen we gelijk weer aan conditie. En dan kan ik gelijk eventjes laten zien aan jullie van hoe zwaar het dan is. Normaal loop ik gewoon een bult op van 94 meter of zo'n heuvel. En dan ben je helemaal niet aan het puffen. Maar dan wil ik morgen wel eens eventjes bekijken hoe dat dan is. Of je conditie dan echt daaronder te lijden heeft. Ik denk het haast wel. Maar goed, we gaan eventjes een avondvlog maken. Ik heb genoeg geklaagd. En je ziet het. Overal waar je kijkt, al die bladeren op de grond. Hier was toen laatst ongeveer op dat stuk was ook die overstroming, zeg maar. Het is wel heel mooi in het bos nu opeens. Dat is één ding wat zeker is. Wauw. Kijk eens, jongens. Ik heb nu een andere jas aan. Niet die hele dikke, maar een iets dunnere. Wow. Ik zal hier onder de video ook eventjes de datum verlinken van bijvoorbeeld 10-10-2019 of 11-10-2019, ik weet niet precies hoeveel, tot aan de datum van vandaag, tot zolang ik binnen heb gezeten. Het is nu wel weer weekend, dus dat is wel weer mooi. Het is vrijdag nu, dus dat is wel een leuk vooruitzicht. Volgens mij een week. Of misschien heel, heel iets langer, dat weet ik niet. Wow. Maar goed, we hebben het er niet meer over. Ik wou gewoon eventjes de test doen en ja, die heb ik eigenlijk geslaagd. Maar goed. Wat zijn de nieuwe plannen? Ja, de nieuwe plannen zijn dus dat we paddenstoelen gaan filmen. Dat we weer zo'n hele serie gaan maken. En voor de mensen die het nog niet weten, ik ga een ander dingetje doen met mijn kanaal. Nu staat er een hele serie op van bushcraft video's. En dan, ja, hierna komen waarschijnlijk de paddenstoelen video's. Maar jullie nou ook nog wat weten van wat ik kan filmen, waar ik ook een hele serie van kan maken, dan moeten jullie dat ook eventjes onder de video zetten. Dat lijkt me wel leuk. Misschien dat ik dat wel ga doen ofzo. Ik ga misschien binnenkort ook nog eventjes een hele serie van bunkervideo's maken. Dat ik bunkers ga opzoeken.
Ik heb er al redelijk wat gevonden. En omdat nou alle blaadjes van de bomen zijn gevallen, kan ik misschien naar die ene bunker in de buurt van Lent. Die zijn allemaal verscholen. Die liggen, normaal staat een bunker, maar die zijn letterlijk onder de grond gebouwd. Dus dat is ook wel mooi. Jongens, kijk eens even naar dat stuk daar. Wow. Alleen dat ene stukje is nog helemaal groen van kleur. Dat is eigenlijk ook wel apart. Jongens, dat ziet er heel mysterieus uit. Kijk eens even. Gaaf, jongens. En je ziet het ook echt dat het al een stukje donkerder begint te worden als toen ik de video begon, zeg maar. En daar zie je ook nog van de laatste storm dat er allemaal bomen zijn afgeknakt. Is dit een kastanje? Geen idee. Nee, dat is geen kastanje. Hier staan wel een paar kastanjebomen. Kijk eens, jongens. Tot hoe ver je kan kijken, allemaal bladeren. Dat is echt mooi, jongens. Heel gaaf. We gaan er eventjes omheen lopen, want dat denk ik niet meer dat ik kan halen. Ja, wacht even. Misschien dat we nog even bij de koeien gaan kijken zo dadelijk. En dan zal het wel tegen de avond lopen. Dan zal het waarschijnlijk wel zo donker zijn dat ik ze misschien wel, misschien nog net niet kan filmen. Gaaf, jongens. En laatst was ik ook in het bos. En dat is nu al de tweede keer dat je op een nieuw stuk bos bent. En als dan een verandering gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld het gaat stortregenen of het gaat hard regenen, dat dan de hele kleur van het bos verandert. Dus die dingen die je dus daar allemaal ziet, die worden gewoon letterlijk zwart van kleur. En dan ben je eigenlijk op één plek. En dan herken je de plek eigenlijk niet meer. Dat is nu al twee keer gebeurd. En dat is best wel spookachtig eigenlijk. Dat is best wel apart eigenlijk. Kijk hoor. Ja, laatst stond ik onder zo'n hele grote dikke boom, zeg maar. En toen begon het ook te stortregenen. En die was alle kanten op, dus je kon een beetje schuilen, zeg maar. En toen was de regen letterlijk afgelopen. En toen kwam er zo'n hele stroom water van de boom af, continu. Dat was ook wel mooi. Ik heb het helaas niet kunnen filmen. Omdat ik mijn camera niet nat wou laten regenen. Wat ligt hier dan weer opeens? Jongens, een hele verrotte stam, of niet? Wow, kijk eens naar die bladeren. Kijk, en hier zie je ook heel duidelijk de herfstkleuren. Gaaf, jongens. Kijk eens naar die mega veranderingen opeens. Wow. Maar qua paddenstoelen valt het eigenlijk wel mee. Het lijkt wel of dat ze nu allemaal weer weg zijn. Wow. Oké, dan kan dat dan blijkbaar in 7,5-8 dagen kan dat blijkbaar gebeuren. Ja, want er stonden hier ook heel veel van die rode, van die vliegenzwammen. En die zijn dan ook weg. Of dit is gewoon een stuk waar weinig paddenstoelen staan. Dat kan ook zijn. Maar wacht eventjes. Hier zie ik wel iets staan. Dit is trouwens ook wel mooi. Kijk eens even, jongens. En hier staan ze ook. Oh, die zijn mooi, jongens. Kijk eens even. En zo zie je maar weer wat de natuur voor mooie dingen kan maken. Haha. Oh. Ja, dan zie je het letterlijk dat het een heel stuk donkerder wordt. Dat gaat nu echt snel. Soms binnen 10 à 12 minuten kan het echt een heel stuk donkerder zijn. Dat gaat echt super snel, jongens. Dat is trouwens wel mooi. Er was toen laatste keer zo'n man. Die ging dat ook allemaal bestuderen. Dat bladerdek wat je hier ziet, dat wordt eigenlijk in de bossen ieder jaar hoger, zeg maar. En een gedeelte verrot ook. Maar dat eigenlijk zoveel ton bij elkaar is, wat die bomen eigenlijk afwerpen, dat het eigenlijk gewoon een heel dik tapijt is, zeg maar. Over een heel groot gebied gerekend dan, hè. Oh, wat is dit? Dat is afval, geen paddenstoelen. Oké dan. En als het goed is, hoor je nu daar de boomklever. Nu is die stil. Dat is wel jammer. Kijk eens, hier zitten van die hele grote zwammen aan.
Gaaf jongens. Deze mega omgevallen boom. Eventjes heel voorzichtig zijn, want het kan spekglad zijn hier. Hopla, zo. Kijk eens even jongens. Op Google Earth hebben we hem ook al gedetecteerd. Nu staan we er zelf voor. Dan moeten we heel snel gaan. Heel snel gaan lopen. Ik heb trouwens, dat heb ik jullie waarschijnlijk ook nog nooit verteld. In dit gebied heb ik de originele kraan gevonden. Ja, hoe moet ik jullie dat nou uitleggen? Vroeger heeft hier in het bos een pompstation gezeten. Waarschijnlijk 2 of 3 verschillende. Ik denk misschien 3 door de tijd heen. En dan heb ik waarschijnlijk de originele afsluitring gevonden. Om al het water dicht te zetten. Die heb ik ergens op een plek neergezet. En dat was zo'n hele oude ronde. Met, normaal tegenwoordig maken ze dat gewoon recht zo. Maar dat was nog met een gedraaide boog erin. Dus van de oudheid. Ik zal eens binnenkort eens eventjes kijken op die plek of ik dat ding nog kan vinden. Ik heb hem hier ergens neergelegd. Dat is ook wel mooi. Dat ding is trouwens helemaal verroest. Normaal mag je hier niet met de auto rijden, maar ze rijden hier wel gewoon met een auto. Oké dan. Er kwam een Duitse auto voorbij. Even kijken of die paddenstoel die hier staat ook nog wil komen. Waarschijnlijk heeft hij hier ergens gestaan. Nee, die lucht er een boom op die plek. Dat was precies bij dat hek. Nee, hier was dat ergens. Nee, ik kan hem op het moment niet detecteren. Ah, wacht, hier staat ook wat. Ga jongens. Kijk eens even. Gewoon omgekikt. Je ziet het ook hier, heeft een auto gereden. Ik zat zo straks radio te luisteren en ze zeiden gewoon letterlijk dat er weer wat regen opkomst. Er kwam regen aan, maar er kwamen ook weer een aantal dagen aan dat het aan één stuk lang droog bleef. Dat het een hele lange tijd niet meer zo geweest is. Dus dat is ook wel geinig. Dan kunnen we er weer op uit, jawel. Even kijken. Oh, ik was hier een hele poos geleden, toen stond hier heel hoog gras. En nu is het een stuk lager geworden. Dit is eigenlijk het resultaat. Dan weten we niet wat wij gaan doen. Of dat wij hier rechtdoor gaan lopen. Nee, wij gaan toch eventjes hier omheen. Want dan zijn we in de buurt van de mini-uitkijktoren. Het kan zijn dat we misschien tegen de avond nu wat dieren kunnen spotten op die plek. Zullen we zo eens eventjes kijken of dat ons gaat lukken. Ja, jongens. Het begint nu echt donker te worden. Is dat? Een soort van molshoop of zo. Nou jongens, weinig paddenstoelen. In iets meer dan een week tijd is alles gewoon teruggegaan. Hier was ik een poos geleden ook. Toen zaten er allemaal van die witte aan de boom. Dan ga ik nu eens eventjes kijken of dat ze er nog zijn of allemaal weg zijn. Moet ik trouwens hier wel een beetje rustig zijn. Want daarachter kunnen de dieren zijn. Dat is nog wel een klein stukje lopen. Hey jongens, hier heeft vroeger het oude pompstation gestaan. Jongens, we hebben wat gespot. Kijk eens even hier, wat hier staat. Geweldig. Daar staan er nog vliegenzwam. Daar staan er nog een paar. Eigenlijk wel heel erg jammer dat het nou weer zo snel schemerig begint te worden. We gaan eventjes dadelijk naar het open veld lopen. Daar is het wel een stuk lichter. Dit was trouwens die plek waar ik die roofvogel gefilmd heb in de boom daar. Wow. Jongens, ik ben heel benieuwd of dat die paddenstoelen nog aan de boom zitten. Hier zitten er ook een paar. Even kijken, dat was dacht ik een van die bomen daarachter.
ik zie hem al. Dat was deze boom hier. Ja, als het goed is zitten ze er nog aan. Kijk eens even. Ze hebben wel een andere kleur gekregen. Deze zijn gewoon groter geworden. En hier zie je de kleintjes nog zitten. Er is trouwens wel een verschil al gekomen. Kijk deze eens. Er zit een soort van glanslaag op. Is trouwens wel mooi. Kijk jongens, daar heb je die mini-uitkijktoren. Hey, gaan we zo dadelijk eventjes dichtbij kijken. Waarschijnlijk staat er één pijler staat er scheef van het ding. Dat was vroeger ook nog niet. De oude beuk. Kijk, dit is al een stuk beter. Ik heb laatst een hele oude video gezien van mijn kanaal. Dat dit allemaal open lag. Dat ze hier die buizen eraan het inzetten waren, zeg maar. Toen lag hier een soort zandberg. Ah, ik dacht dat ze de botjes weg hadden gehaald, maar die staan er nog steeds op. Jongens, ik heb de groene lamp gedetecteerd van de waterzuivering. Dus er is er net iemand doorheen gelopen, anders kan dat ding niet aan zijn. Oké dan. Het ziet er wel allemaal iets anders uit. Jongens, kijk eens even naar die kleur. Heel geweldig. Er is het afgelopen half uur is er iemand doorheen gelopen. Dat is één ding wat zeker is. Normaal als ik daar doorheen loop en ik ga naar de auto toe en ik rijd daar langs die weg, dan zie ik die lamp ook nog aanstaan. Het is trouwens wel mooi, jongens. Even kijken of het water stroomt, ja of nee. Ja. En waarschijnlijk is die grote ook aangeweest. Dan gaan we heel eventjes kijken of dat die bak vol is. Die kans die moeten we even pakken. Nee, hij is niet vol. Dat is wel jammer. Oh, heerlijk jongens. Ik ben weer een iets langere vlog aan het maken. Die korte vlogs, dat is, vind ik allemaal niks jongens. Daar wordt ook niet veel op gereageerd. En die hele korte, daar wordt helemaal niet op gereageerd. Jongens, de bak is nog steeds leeg. Jongens, de oprijlaan en kijk eens even naar die groene kleur. Oké, jongens, we gaan even kijken bij de koeien. Waar die auto rijdt, daarachter, iets verder daar in die hoek, daar stonden ze straks de koeien. Het kan zijn dat ze misschien nu deze kant heen gelopen zijn. Dat denk ik haast niet, omdat ze 's nachts of tegen de avond de beschutting altijd opzoeken. Even kijken. Kunnen we gelijk weer even kijken hoe het met de brandnetels is. Die staan er trouwens nog steeds, hè? Ah, jongens, het is wel helemaal aan één gesloten stuk geworden. Dat was laatst niet, want toen waren er allemaal van die ronde ballen, zeg maar, van brandnetels. En nu is het dit geworden. Ja, ik hoor de koeien al. Even kijken. Wow, het verandert helemaal. Die brandnetels die ik thuis heb, die zijn heel lang geworden. Echt zo van zo helemaal over de grond lopen die nou. Ik zal jullie die bak wel eens een keer laten zien waar ik dat brandnetelzaad in gedaan heb. Dat is trouwens ook wel mooi om... Wow, het is allemaal kleiner geworden, dichter bij elkaar. Ja, de beesten hebben me al in de gaten. Luister naar het geluid wat ze maken. Daar staan ze. Daar moet ergens de kudde staan. Precies in die hoek waar ik nou op infilm. Het kan zijn dat ze de lamp van de camera al zien, dat ze daarop reageren.
Alleen ik zie ze niet waar ze staan. Zijn ze dat? Nee. Wat zit daar helemaal achteraan dan? Het zijn omgevallen bomen blijkbaar. Daar moeten ze ergens tussen lopen. Jongens, het begint een klein beetje te waaien. De roofvogel, de roofvogel. Ik weet niet of de camera dat kan pakken. Zie je dat? Die is nou nog op muizenjacht. Oké, we gaan eventjes iets verder lopen. Het begint heel iets te waaien. Dat is ook een voorteken dat er misschien regen op komst is. Hé, daar brandt licht op het veld. Wat is dat? Huh? Warven. Ah, er staat natuurlijk de boer staat daar. Met zijn trekker. Tenminste. Nee, er staat een vrachtwagen. Ah, daar reageren de beesten op. Hij is de bak weer aan het recht zetten. Kijk, hij heeft zijn takel bij zich. En daarmee zet hij de bak recht. En je ziet het ook, hij heeft een nieuwe bak op de auto zitten. Dus ik denk dat hij hem zo dadelijk gaat plaatsen. Hij staat daar en de beesten die lopen nou die kant heen. Even kijken, jongens. Geen paddenstoelen. Ze hebben gemaaid. Dus de paddenstoelen hebben ze ook tevens weggemaaid. Jongens, wat is dit? Ze hebben een sleuf gemaakt hier. Zie je dat hier? Dus hier gaat binnenkort ook weer iets gebeuren. Of het kan zijn dat ze de koeien hier neerzetten, dat ze dit hele stuk weg moeten gaan eten. Ja, jongens, hij rijdt het land op. Hij gaat gewoon letterlijk een nieuwe bak plaatsen. Ik kan helaas niet zijn kant op filmen, want de lamp is volop aan. Dat heeft hij in de gaten. En dan zal hij ook wel denken van waarom wordt hier gefilmd? Je ziet heel duidelijk die rand, jongens. En daar zie je ook heel duidelijk dat ze er wat neergelegd hebben. Ik denk dat de beesten dat ze dadelijk of morgen moeten gaan opeten op een of andere manier. Je ziet wel heel duidelijk een verschil, jongens. Nou, dan duiken wij ze dadelijk daar het bos in. En dan hebben we onze vlog ook alweer gemaakt. Wat is... Oh nee, de bak is er nog steeds. Ik dacht dat ze hem weggehaald hebben. Dat is gelukkig niet zo. Oké, dan moeten wij hier langs. En met een beetje geluk kunnen we zo dadelijk nog even kijken bij het kleine boompje. En het kan ook zijn dat hier in dit bos paddenstoelen staan. Er zijn er nu 3 hier hè, in dit bos aan het filmen. Ik en nog 3 anderen. Dus in totaal 4 personen. Kastanjeboom. Ja, jongens, je ziet het heel duidelijk. Hij heeft de bak op de auto staan. Dat is wel mooi, jongens. En dan heeft hij hem geplaatst en dan kikken ze hem weer om. Honderden keren doen ze dat. Ik snap niet dat die man dat niet gewoon vastmaakt. Maar goed, daar zal hij wel een reden voor hebben. Kijk eens, hij is nog een stuk groter geworden. Dat is trouwens wel mooi. Oké, jongens, we gaan hier het bos in. En dan hopen. Jongens, de beesten gaan tekeer. Zal ik eventjes hier achter gaan staan? Kijk hoor. Dan moeten ze als het goed is hierheen gaan lopen. Ik zie ze nog niet helaas. Maar goed. Oh jongens, het wordt nou opeens heel spookachtig donker. Hé jongens, weinig paddenstoelen. Normaal zaten die hier ook een paar aan. Hé, er is een verandering. Dit lag niet zo volgens mij laatst. Hoor eens naar het geluid. Ja, de boer zegt ja, kom maar. Ik weet niet of jullie dat op film gehoord hebben. Spoel hem even een paar seconden terug. Hij zei letterlijk tegen die beesten ja, kom maar. Dus ze komen eraan. Ik weet niet of ik dat kan filmen. Je ziet heel duidelijk dat hij daar staat. Hij roept ze echt. Ik zal eens eventjes kijken, misschien dat ik ze... Ja, ze komen eraan volgens mij. Ik weet niet, er schoot wat door het beeld heen. Even kijken hoor. Ah, het is gewoon te donker helaas, dat is wel jammer. Jongens, ik ben nog steeds bezig met de video De Klaagmuur. Kijk eens wat hier staat. Mooi hè? Kijk eens even. Heel gaaf. Hij is laat vanavond. Ja, het wordt ook steeds sneller donker. Wow, jullie hebben het gezien hè? Van heel licht, dus in, zeg maar in een kleine 25 minuten tijd, op 5 seconden na, is het van behoorlijk licht naar super donker geworden.
Kijk, als ik hier het bos in loop, dan zien jullie dit. Meer zien jullie niet. Nou jongens, ik ga hiermee de video beëindigen. Schrijf zeker iets onder de video. En tot de volgende keer maar weer. Doei!